En de Meteodienst voorspelt op sommige plaatsen zware regenbuien, soms met sterke windstoten. Ze vraagt dat de samenleving alert is in verband met wateroverlast die kan optreden in delen van Paramaribo Noord, Komowijnen, Marowijnen en noordoost saramakka Het algemeen overzicht is een storing die in westelijke richting beweegt en verantwoordelijk is voor een noordwaartse verschuiving van de intertropische convergentiezone boven ons land. De verwachting is dan ook dat van tijd tot tijd regenbuien zullen optreden. Op sommige plaatsen zijn de buien zwaar en gaan soms gepaard met onweer en sterke windstoten. De aanhoudende regen vanaf vrijdag heeft ervoor gezorgd dat verschillende gebieden in het land blank staan. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie is op oriëntatie in het veld. Zo meldt Star News vandaag. De bewindsman gaf aan dat... Dat hij vanaf gisteren bezig is met de afdeling ontwatering van het ministerie om na te gaan hoe het onderhoudsplan eruit ziet. Hij heeft een beeld gekregen van het ontwateringsplan en op dit moment zijn verschillende graafmachines bezig. Pengel deelt mee dat gebieden waar het water dagenlang is blijven zitten de hoogste prioriteit hebben van het ministerie. Getracht wordt om de wateroverlast in die buurten zo snel mogelijk op te lossen. De minister oriënteert zich onder meer in Paramaribo Noord, Komoëne en Dijkveld.